Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. Vandaag gaan we het hebben over rechtshandelingen, feitelijke handelingen, de eenzijdige en de meerzijdige overeenkomsten. Als we het gaan hebben over overeenkomsten en rechtshandelingen, dan is het eerst belangrijk om te weten wat rechtsfeiten zijn. Rechtsfeiten zijn alle gebeurtenissen, omstandigheden en handelingen die een rechtsgevolg hebben. Deze rechtsfeiten kunnen we onderverdelen in rechtshandelingen, feitelijke handelingen en blote rechtsfeiten. Rechtshandelingen zijn alle handelingen die bij voorbaat al een rechtsgevolg beoogd hadden. Het gaat hier bijvoorbeeld over een huwelijksovereenkomst, een schenking of de koop van een auto. Feitelijke handelingen zijn alle handelingen die een rechtsgevolg krijgen, ook al was dat in eerste instantie niet de bedoeling. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk. En de laatste categorie zijn de blote rechtsfeiten. Dit zijn feiten met een rechtsgevolg waarbij het niet gaat om het menselijk handelen. We gaan eerst eens kijken naar die rechtshandelingen. Dit waren dus de handelingen die een rechtsgevolg beoogden. We kunnen de rechtshandelingen weer onderverdelen in eenzijdige rechtshandelingen, zoals de privaatrechtelijke eenzijdige rechtshandeling, zoals een arbeidsovereenkomst, of de publiekrechtelijke rechtshandeling, zoals een beschikking. Daarnaast kennen we meerzijdige rechtshandelingen, bijvoorbeeld een publiekrechtelijke meerzijdige rechtshandeling, zoals een afspraak tussen organen, of privaatrechtelijke meerzijdige rechtshandelingen. Daarnaast kennen we familierechtelijke overeenkomsten. Denk aan een huwelijk, bevrijdende overeenkomsten, zoals een kwijtschelling, en verbintenisscheppende overeenkomsten, de wederkerige en eenzijdige overeenkomsten. Hier ga ik iets verder op in. Eerst de wederkerige, verbintenisscheppende, meerzijdige overeenkomst. Het gaat hier om een rechtshandeling waarbij van beide partijen iets verwacht wordt. De bekendste overeenkomsten zijn koop- en huurovereenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de koop van een object. Daarnaast kennen we ook eenzijdig verbintenisscheppende, meerzijdige overeenkomsten. Dit zijn overeenkomsten waarbij slechts één persoon zijn rechtsgevoel wil openbaren. Een voorbeeld is het aanvaarden of verwerpen van een erfenis of het ontvangen van een schenking. Bij dit type overeenkomst heeft één partij geen verbintenis, maar het gaat wel om een rechtshandeling omdat beide partijen hun wil uiten. De schenker uit de wil tot schenken en de ontvanger de wil om de schenking te ontvangen. Dan over op de feitelijke handelingen. Dit waren handelingen die een niet beoogd rechtsgevolg krijgen. We kennen het strafbaar feit, de onrechtmatige daad en de rechtmatige daad. De onrechtmatige daad gaat over het veroorzaken van een ongeluk of een nalaten wegens een ander. De verdere details worden behandeld in mijn video De onrechtmatige daad. Een ander voorbeeld van een feitelijke handeling kan zijn een strafbaar feit, doodslag, moord of diefstal. Onder feitelijke handelingen vallen ook rechtmatige daden. Een voorbeeld van een rechtmatige daad is dat je buren op vakantie zijn en een storm zorgt ervoor dat een boom op het glas valt. Je besluit om het glas te repareren, zodat er geen boeven het huis binnen kunnen vallen. Dan de laatste categorie, de blote rechtsfeiten. Dit zijn feiten met een rechtsgevolg, zijnde geen menselijk handelen. Het gaat hier om zaken zoals verjaring, overlijden en geboorte. Dat overkomt je nou eenmaal. Kenmerkend voor een blote rechtsfeit is dat het voor het intreden van het rechtsgevolg geen actief menselijk handelen nodig is. Aan dit feit, deze gebeurtenis, kent het objectieve recht allerlei rechtsgevolgen toe, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van het ouderlijk gezag en het recht op levensonderhoud. Kortom, rechtsfeiten kunnen we onderverdelen in rechtshandelingen, feitelijke handelingen en blote rechtsfeiten. Feitelijke handelingen zijn onrechtmatige daden, rechtmatige daden en strafbare feiten. Rechtshandelingen kunnen zowel meerzijdig, bijvoorbeeld een overeenkomst of huwelijk, als eenzijdig zijn. Denk aan een erfenis of een schenking. De meerzijdige rechtshandeling kunnen we onderverdelen in wederkerige overeenkomsten, bijvoorbeeld een koop, of eenzijdige overeenkomsten. Denk weer aan de schenking. De blote rechtsfeiten hebben een rechtsgevolg, maar zijn ontstaan door geen menselijk handelen, zoals verjaren. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.